Thank you.
bedankt voor dit mooie applaus. Voor een geweldig orkest dat al wegliep. En het applaus dat van ons ontvangen moet. En natuurlijk voor de KWV die er klaar zit. Voor het Kozoen Concert van 2016. We gaan weer het 128e volksfeest vieren dit jaar. En het wordt weer een geweldig feest. Het weer zit ons dit jaar mee. Het zit echt mee. Het zijn mooie omstandigheden. En we hebben een hele mooie band die klaar zitten. Die een hele mooie avond gaat realiseren met ons allen. Graag wil ik ook even stilstaan bij die duizenden vrijwilligers die op dit moment buiten deze tent druk zijn met een fantastisch bloemencorso met 47 deelnemers. En een van die deelnemers is dit orkest. Want hierna gaan zij nog plakken en gaan zij morgen ook nog een wagen op de been brengen. Een hartelijk applaus voor de Corso Club van KWV. Ja, dan wil ik ook alle toeschouwers en kijkers thuis en voor de radio, want dat ook allemaal live uitgezonden en via onze livestream via het internet. Ook hartelijk welkom hier bij dit mooie concert en morgen bij het Corso. Wij gaan er een mooi feest van maken en ik zou graag willen dat Henry van Loon, die geeft zo'n beleiding. En Jeroen, jij zult alles aan elkaar praten. Onze voorzitter van de muziekcommissie is vandaag de stand-in voor de zieken. Presentator, maar hij zal het allemaal zelf uitleggen. Veel succes, Jeroen, Henry en het orkest, veel succes. En ik zou dames en heren willen zeggen, we gaan starten met het Volksfeest 2016. En dan mag ik u allemaal vragen om te gaan staan. Dan mag ik Henry vragen om ervoor te gaan staan. En dan beginnen wij met Wilhelmus. En dan hier weer het Volksfeest van de Zilveren Open. Dank u wel. Thank you.
Een hele goede avond, dames en heren. Ontzettend leuk dat u weer in zulke grote getalen naar de tent bent gekomen. Maar eigenlijk waren we er ook wel een beetje op voorbereid. Want het is sinds we hier het voorstfeest in de tent vieren, hier op de markt, is dat al een happening van Heb ik jou daar. En inmiddels bestaat het voorstfeest niet alleen uit de vrijdag en de zaterdag. Maar het begint eigenlijk al op woensdagavond, kan ik u vertellen. Gisteravond was hier al een sfeer tot bijna boven in de tent. En vanavond gaat het dak er misschien wel helemaal af. De repetitie gisteravond, die was enorm gezellig. De terrassen rondom de tent zaten helemaal vol. Het weer nodigde dat natuurlijk ook uit. Het was gisteravond een heerlijke temperatuur, net als nu. Misschien is het nou net even iets warmer. Maar het dat maakt spieren lekker los, zullen we maar zeggen. En die hebben we vanavond nog wel nodig, denk ik. Dames en heren, normaal gesproken zou je natuurlijk bij dit prachtige orkest KWOV een vaste presentator, Michel Reuzer, verwachten. Maar van de week kreeg ik een verontrustend berichtje. En tegenwoordig gaat het dus allemaal via de telefoon. Dus ik kreeg een appje van de voorzitter Hank. Hank, waar zit je? Hoi. Hank zei, oh Jeroen, noodsituatie, noodsituatie. Onze presentator is geveld door ziekte. Wat nu? Ik zeg dat nu ik er wel. Nou, vandaar dat u mij hier ziet staan. En nou, ik mag best een beetje verklappen. Het voelt wel weer een beetje terug van weg geweest, of niet? Ik ben ooit bij mijn muzikale carrière, maar dat moet u subiet vergeten, bij deze prachtige club begonnen als klein jongetje op de trompet. Michel Reuzer, ik denk dat hij zit mee te kijken via onze livestream, waarmee de tent verbonden is met de rest van de wereld. En Michel Boonachtig en Urf zal zeker voor de buis zitten om te volgen hoe het hier gaat. En natuurlijk of ik het wel naar wens toe. Maar Michel, vanaf deze plek wens ik jou heel veel beterschap. Ik hoop dat jij gauw weer in de midden bent. En voor jou even een applaus van hier uit de tent. Dank je wel, Michel Reuzer. De richtlijnen vanavond een beetje door het programma. U komt niet voor de praterij, zeg ik altijd, maar u komt voor de muziek. Dus ik zal u niet al te vaak vervelen met dingen, maar wel leuk om af en toe even te vertellen wat is er al gebeurd. En u hoorde net achter mij al de schitterende, sfeervolle klanken van de componist Ennio Morricone met Moments of Morricone, of From Morricone moet ik zeggen, met de nummers Once Upon a Time in the West and The Good, The Bad and The Ugly. Wie kent het niet? En wat is er mooier om met deze sfeervolle muziek, deze sfeervolle avond te beginnen. We hebben de avond in drie blokken verdeeld, in drie stukken verdeeld. En het eerste blok, dat zal een heerlijk sfeervol arrangement zijn van heel veel stukken bij elkaar. En voordat we daar aan beginnen, wil ik u even vast voorstellen aan een zestal mensen. Die gaan we even extra aan het zonnetje zetten. Om te beginnen zijn dat, u ziet ze daar staan, onze zangers en zangeressen voor vanavond. Maartje, Laura, Lisa, Simon en Natasha. Hartelijk applaus. Ontzettend fijn dat jullie er vanavond bij zijn. Ik heb gisteravond enorm genoten van jullie zangkunsten samen met de KWOV. Heer, ik smolt weg en ik zwingde al weg op mijn stoeltje. En jullie worden vanavond begeleid door jullie min of meer vaste combo. Dennis op de toetsen en we hebben Rob op de solo-gitaar, ik zeg maar wat hoor, en Maarten op de basgitaar, of misschien hebben we dan zo. Ook jullie van harte welkom, dat Dennis jou kennen we al vaker, jij hebt het gebeuren in de tent al heel vaak meegemaakt. Ontzettend welkom ook bij jullie en heel veel succes en fijn dat jullie je medewerking willen verlenen. Dames en heren, ik zal u straks even iets meer vertellen van wie deze vier zangers zijn. En, maar we gaan eerst van ze genieten en u gaat horen van de Nederlandse popgroep Bluff, het nummer Omarmen. Dan krijgt u Always There, Hallelujah, en u krijgt een schitterend nummer van het koppel alleen met de zangers. Het nummer Change, wat ooit en gehoord gebracht is door OG. Dames en heren, geniet u van deze geweldige avond met Koninklijke Winterswijkse Orkestvereniging. Dank u wel. Thank you.
40 minuten van het einde. Er worden prachtige rustigheidjes gedaan, maar we gaan natuurlijk ook ontzettend swingen. Dat doen we naar de volgende. Always there. Doe het maar. Time.
Dank u.